Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Fanmail. En dit wordt de laatste Fanmail aflevering die ik ga doen op mijn kanaal. De serie stopt, er komt een einde aan. Ik ga er gewoon mee stoppen. En dit is de allerlaatste Fanmail die ik heb gekregen. Hij zit iets in, het lijkt net een bouwpakket, ik weet het niet. En ik wil jullie als eerste, voordat ik deze ga openen, bedanken voor alle Fanmail die jullie hebben gestuurd. En het leukste wat ik heb gekregen, nou ja, dat is natuurlijk alles, maar ik heb een hele doos vol met fanmail nog steeds bewaard. En ik ga nog zeker wel een keer een video maken dat ik die fanmail door ga speuren wat ik allemaal heb gekregen. Maar ik heb nog één ding bewaard, ik ga het pakken. En dat is deze Dragon met onze poppetjes erop, met Sam er nog zelfs uit, collega Sam erop en ik in mijn kerstpakkie. En Roby ook in de kerstpak, want die hebben we nu weer aan, dit is van vorig jaar. En dit heb ik nog steeds altijd bewaard, dit is echt super vet. Dit is iets wat ik nooit had verwacht. Maar dit is voor mijn papercraft of zo. Ik weet niet hoe het heet. Maar nog steeds bewaard. En ik heb eigenlijk alles bewaard. Maar deze heeft een speciaal plekje op mijn kast gekregen. En die staat er al heel lang. Er zit ook een klein beetje stof zelfs op. Maar goed, dit is echt fantastisch gedaan. Ik vind het echt knap. Ik heb niet de tijd ervoor om dit te kunnen maken. Dus vandaar dat ik het zo knap vind. Oké, daar gaan we jongens. De laatste fanmail. Alhoewel, nou ja, laatste. We gaan nog wel een keer wat doen. Er zitten heel veel spulletjes in. Ik ga eerst de brief openen. Er zit een brief bij. Ik ben benieuwd. Er staat DC op, Disneycraft natuurlijk. Hallo Vincent, mijn naam is Jonathan en ik ben 12 jaar oud. Hallo Jonathan. Ik vind je de beste YouTuber die ik ken. Nou, dat klopt toch niet. Er zijn veel meer leukere YouTubers. Maar ja, als je smaak een beetje bij mijn series liggen, dan snap ik je wel. Vooral je series zijn erg leuk. Nou, zie je? Ik ben vooral fan van jouw series No Limits 2, Disneycraft en ook Rollercoaster Tycoon 3. Nou, ik zou je vertellen, Jonathan, dit is ook mijn favoriete serie. Ik heb ook een speciaal Instagram-account voor RCT3. Het heet Rollercoaster-Tycoon3-Coasters. Ik woon dicht bij de Efteling en daarom deze kleine cadeautjes. Ik hoop dat je ze mooi vindt. Ik ben heel benieuwd. Hij woont dicht bij de Efteling. Volgens mij zitten hier allemaal leuke dingetjes in. Ik ga eens kijken. We hebben hier een parkplattegrond zelfs. Kijk eens. Een parkplattegrond van de Efteling. Kijk eens even. Dit is gaaf. Staat de nieuwe dive coaster er al op? Nee, nog niet. Dit is nog... Ja, natuurlijk moeten ze weer de plattegrond gaan updaten. Maar dat zal natuurlijk wel volgend jaar. Ze hebben natuurlijk die nieuwe layout gemaakt. Dit soort 3D print. Maar dit is heel tof. Er zit nog veel meer in. Er zit een button in van Bardoes. En er zit nog een... Er zitten allemaal buttons. Dit is van... Even kijken. De Vliegende Hollander. En... Ja, er zijn echt heel veel zijn. Het zijn mijn hele hand vol. Dit is echt heel gaaf. We hebben Yoki van Carnival Festival. We hebben de ingang. We hebben de Python. De Old School Python. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En anders vertel ik het natuurlijk erbij. Dan hebben we hier die vent. Die in die. Hoe heet die vent nou? Die oude vent, die troll. De trollenkoning. Dan hebben we hier de ezeltjes trekje. Natuurlijk de sprookjes zijn bekendst. Pardijntje of zo. Dat vrouwtje van Pardoes. Dan krijgen we hier de draak. Hè? De schat van de draak. Dan hebben we Lange Nek. Oh, die is ook gaaf. En oh, deze vind ik heel tof. Dit is een Carnival Festival in de Mexico tintje. Dan hebben we hier Pardoes en Pardijntje bij elkaar. Oh, romantisch, romantisch. En hier krijgen we een hele gekke foto van een Volk van Laaf kindje of zo. En dan de laatste is van natuurlijk de Aquanura. Jongen, de Aquanura kikker. Nou, super tof. Leuk dat ik die cadeautjes heb gekregen. Ik ga ze zeker bewaren. Ik vind het echt heel vet. Want het zijn goodies van de Efteling die ik eigenlijk nog nooit heb gehad. Dus super bedankt voor je cadeautje. En mensen, ja, ik kan niet zeggen van wil je een fanmail sturen, dan kan dat naar het volgende adres, want ik stop ermee. Dus maar zeker weet, nogmaals bedankt iedereen voor het kijken naar alle fanmail afleveringen. En we gaan nog zeker wel een speciale video maken dat we even gaan kijken naar een compilatie van fanmail. Dus dat ik even de grote doos erbij ga pakken, wat jullie allemaal hebben gestuurd, dan ga ik gewoon een paar random tekeningen eruit pakken. En dan, dat is leuk om te zien. Mensen, doei doeg!